Welkom bij een nieuwe aflevering van We Gaan Naar. Vandaag hebben we een speciale paasaflevering. En ik zie dat jij een brief hebt van de paashaas. Ja, dat klopt. Een brief van de paashaas. Ik zal hem voorlezen. Beste Lotte en Nancy. Met veel plezier kijk ik naar het tv-programma We Gaan Naar. Op Langstraat TV. Speciaal voor jullie heb ik eieren verstopt. Op 6 locaties in Loon op Zand. Waar jullie geweest zijn voor het programma. Er zijn overal 2 eieren verstopt. Om het wat makkelijker te maken, geef ik wat tips. Veel plezier. Vrolijke paasgroetjes, de paashaas. Nou, we gaan de tips bekijken en volgen. Ja, dat gaan we zeker doen. Succes! We hebben hier een leeg mandje en ik heb wel zin in wat paaseitjes. Nou, anders ik wel. We hebben een aantal tips gekregen. Ik zal de eerste eens voorlezen. De eerste tip. Jullie hebben dit Rijksmonument een tijdje terug nog bezocht. En er is vast nog meer te doen dit jaar. Snap jij het? Ja, ik ben hier al een keer geweest. Dat is hierachter. Och nou! Hij is nu in Spanje, maar in november was hij in Loon op Zand. Ik lust ook graag wortels, maar ik heb toch liever een paasei. Ja, ik zit te denken over wie gaat het nou? Zo snel? Daar weet ik zeker dat het zo snel is. En waar hebben we die ook alweer ontmoet? Hier ergens daar zo. Ja? Ja, zeker. Ja, dan gaan we daar zoeken. In dit gebouw werd eind vorig jaar een nieuw muzikaal evenement georganiseerd. Er zijn 2 eieren verstopt. 2000 was een beetje te veel. Nou, jij bent wel een keer naar zo'n muzikaal gebeuren geweest. Ja. Waar was dat? Ach, ik weet het. Dat was in de Wetering voor de top 2000. Daar moeten we zoeken. Thank you.
Nou, we zijn al een heel eind, maar het is wel vermoeiend hoor. Hoeveel eieren hebben we nu? Ik zal eens tellen. 2, 4, 6. We hebben 6 eieren. En we moesten er 12, dus dan zijn we op de helft. Ja. Zullen we dan even pauze nemen? Goed plan. Hebben we wel nodig. We zijn hier nu bij de Lachende Ooi. En dan gaan we even uitrusten van onze zoekacties. En de Lachende Ooi, wat doen ze daar precies? Ja, die hebben schapen voor het landschapbeheer. En wat houdt dat in? Ja, die laten schapen grazen over het landschap, zodat het allemaal mooi vlak blijft. Aha, dus ze staan hier ook nog met een doel. Nou, ik heb al even zin in iets lekkers, dus kom op. Ik ook. Bijgekomen? Ik wel, het was heel gezellig met de schaapjes. We kunnen er weer tegen, dus we gaan op naar de volgende 6 eieren. En naar de volgende tip. En die tip luidt: op dit plein was het volop genieten in augustus. De pannenkoeken waren vast heerlijk. Waar zou dat kunnen zijn? Ja, hier op het Oranjeplein. En dat was tijdens het zomerfestival volgens mij. Oh, nou dan gaan we hier eens even goed zoeken. Dat gaan we doen. De volgende tip. Dit evenement werd vorig jaar al voor de 10e keer georganiseerd. Er was zelfs een grote wensboom. Nou, waar zou dat dan weer kunnen zijn? Ja, volgens mij was dat hier in de buurt, want dat was met de Loonse kerstklokkenloop. En daar stond die wensboom, ja, voor de kerk. Dat was hier. Nou, dan zijn we al op de goede plek. Ja, dan gaan we daar zoeken.
komt de allerlaatste tip. Jullie waren een beetje verdwaald tijdens dit evenement, maar dankzij de routeaanwijzers kwam het toch nog goed. En waar was dat dan, denk je? Ja, dat was hier bij de Loonse Garage Sale. Ja, toen waren we best wel verdwaald en konden we het niet vinden. Ik hoop dat we de eitjes wel kunnen vinden. We hebben het gehaald. Laat even zien. We hebben zelfs een gouden ei erbij zitten. We hebben ze allemaal gevonden. Ja, gaan we ze zo meteen ook nog even oppeuzelen. Sowieso, allemaal. Wij wensen iedereen een hele fijne Pasen. En tot de volgende keer. Doei doei. Daar. En ik zie dat je een brief hebt gekregen, Lotte. Ja, dat heb ik. Maar die moest jij voorlezen. Oh. Even aankondigen. Vandaag hebben we een special edition. Speciale editie wilde ik zeggen, opnieuw. Vandaag hebben we een speciale paaseditie. Ik was er bijna, sorry. Langs staat TV.